Ga je interviewen? Ja, Tim Crux. Het was een gevalletje noodrem, hè? Ja, ik denk dat er een beetje een domme fout gemaakt werd. En toen liet ik hem één keer nog aannemen, want ik hoopte dat hij naar buiten zou gaan. Dan kon ik hem misschien op snelheid nog te langs komen, maar hij nam hem heel goed mee. Dus toen dacht ik, nou ja, oké, dan ga ik hem ervoor en dan trap ik hem maar even neer. Dus wie weet is het einde seizoen alweer. Ja, maar voor jou persoonlijk. Maar je helpt Sparta, je bewijst Sparta daar wel een enorme dienst mee. Want mocht zo'n bal erin gaan, dan blijf je dicht bij die streep. Ja, nee, daar ook. Okay. Voor mij was het op het moment dat hij stak al gelijk wist ik al van ja, als ik moet, dan moet ik hem. En het is nog nooit denk ik voorgekomen dat iemand met rood met luid applaus van het veld gaat. En dat is ook wel een leuk iets. Dus voor Sparta vind ik het wel leuk dat ik het heb gedaan. Dus ander dingetje, dan hou ik er ook over op. Als ik dan de overtreding in de eerste helft van hun keeper zie, is eigenlijk hetzelfde als wat jij doet. Ja, ik denk alleen dat... Er stond nog wel een verdediger naast. Volgens mij had die al bijna de bal. Tuurlijk, je kan hem geven, maar doet hij niet. En op zich, hoe die keeper stond te keeper vandaag. Denk ik ook niet dat het heel erg was dat hij in de goal stond. Dus lekker dat we in ieder geval de 3 punten hebben. En zo goed als zeker veilig zijn, hoop ik. Ja, want dit was de 3 punten die jullie nog nodig hadden. Ja, in principe wel. Ik denk dat je nog niet officieel veilig bent. 5 punten sta je voor met 2 wedstrijden. Nou, nog niet officieel, maar... Het is wel zo goed als. Dus dat wisten we ook. En van tevoren ook gezegd dat we hier ons echt op moeten focussen. Gewoon. Want dan heb je tenminste niet die na-competitie en dat gezeik. Dus dat hebben we volgens mij ook wel laten zien. Ik denk dat we uiteindelijk een wedstrijd hebben laten zien dat we echt met z'n allen wilden. En volle bak met z'n allen voor gingen werken eigenlijk. Dus. Na mijn tweede helft. Ja. Dus moest ook wel, denk ik. En het is gewoon heerlijk. En verdient ook, als je gezien de kansen die je krijgt, ervoor 2 keer. Ja, denk ik ook. Zeker, op geen tweede helft speelde redelijk, denk ik nog wel. En grote kansen. Jammer dat je daar niet scoort. Maar toen kwamen zij op een gegeven moment wel. Maar gelukkig scoren we daarna alsnog. En hebben we hem over de streep getrokken. Dus dat is heerlijk, ja. Ja, belangrijk. Hey, jij gaat naar Hoogland weer terug. Ja. Hoe is dat zo ver gekomen? Gewoon wel ook een bepaald gevoelskwestie. Best veel clubs hebben zich wel gemeld. Maar voor mij was het gewoon daarin dat of het financieel gewoon helemaal niet aantrekkelijk was. En dan ga ik liever weer in mijn eigen huis voetballen met vrienden en voor wat minder. Maar hoofdklasse of eerste klasse? Wordt lastig. In Hoogland heeft nog wel hele moeilijke wedstrijden. En ze staan wel weer achter. Dus als ze niet kampioen worden, hoop ik via de na-competitie. Maar anders niet. Ik ben blij dat ik in ieder geval erheen ga. Dus, en blij met de 3 punten vandaag, want ze waren heel belangrijk. Zeker. Gefeliciteerd. En blij met mijn rode kaart. Ja, ga lekker uitrusten. Ja.